leuk dat jullie weer kijken. Wat ga ik vandaag doen? Nou, ik ga mijn mooie pelletkachel even schoonmaken. En ik ga de schoorsteen veren. De schoorsteen veren. Heb je daar geen schoorsteen veren bij nodig? Ja. Elk jaar, één keer per jaar laat ik er een bij komen. Voor de verzekering natuurlijk. En ook voor, ja, dat is natuurlijk ook gewoon goed. Om die schoorsteen te laten veren. Nou is dit een pelletkachel. En een pelletkachel die gebruikt dus pellets. Dat zijn geen europellets van 1,20 meter bij 80 centimeter. Nee, gewoon, ja, dat zijn korrels, hè. Geperste korrels, voor degene die het niet weet. Hele fijne kachel, persoonlijk vind ik. Ik heb hem puur als bijverwarming. Want ik heb ook vloerverwarming hier gewoon op de cv. En nu heb je al van die mooie kachels allemaal, kun je aansluiten. En iedereen wil je wat verkopen natuurlijk. Maar dit is gewoon mooi, lekker een sfeerverwarming. En 8 kilowatt heeft ruim voldoende pk, zeg maar, kilowatts om de hele ruimte te verwarmen. En als die zelfs te warm wordt, dan als ik de deur naar boven, naar de eerste verdiepingen openzet, dan wordt het boven zelfs ook nog warm. Mooie elektronische regeling erop trouwens, lijkt wel reclame, hè. Met een app er zelfs bij op mijn telefoon, ik kan hem ook programmeren dat hij aangaat. Het merk is trouwens een Palazzetti, waarin de L is hier weg, Palazzetti, Italiano. Maar echt een heel mooi product, zoals ik zelf al zeg. Ik ga hem schoonmaken, normaal gesproken één keer in de, ik doe het vaak één keer in de twee weken, dan wordt het ruitje wordt zwart. Het wordt gewoon, ja, door die verbranding, en deze kachel is ook alweer 4 jaar oud. En wat je wel eens ziet, gewoon dat die nieuwste kachels, die zijn allemaal nog beter qua verbranding, qua in ieder geval aan de binnenkant, dan wordt het ruitje niet zo snel zwart. Sommige mensen kunnen daar zo over zeiken op de forums, op Facebook en zo, prachtig. Want een ruitje wordt na 5 uur branden zwart, ja nou en. Hij brandt verder goed, je hebt een mooie kleur as, mooi grijs tot lichtbruine kleur as. Is helemaal niet erg, perfect. En ja, het is geen gas wat je verbrandt, het is wel natuurlijk een vaste brandstof eigenlijk. En er blijft zo weinig as over namelijk, zelfs na 2 weken branden. Goed, genoeg geluld. Lange reden, korte zinnen, zoals ze in Duitsland zeggen. Ik ga dus deze schoonmaken. Stel niet zoveel voor. Ik ga even dus de schoorsteen vegen. En ja, blijf kijken, zou ik zeggen. Leuk dat jullie weer kijken en we gaan door. Nou, om de schoorsteen te vegen. Dan zul je zeggen, de hele kachel moet aan de kant. En ja, hoe kom je nou in die schoorsteenbuis? Hoe ga je überhaupt vegen? Ja, dat is natuurlijk mooi. Nou, ik heb hier een heel mooi inspectieluik. Er is een buis, een tussenstuk, die heb ik een keer gekocht. Ook via een groothandel in pelletkachels, volgens mij in buizen. Daar zit een bout. Die draai ik los. Of is het open in het Nederlands? Maar we hebben altijd, wie zet het raam los? Of raam open? Mooi, Twentse taal. Het dialect heet dat. Een paar slagen los, meer is het niet nodig. Trek er een keer aan, ik kan hem hier naar boven. Kijk eens. Hij haakt er heel mooi simpel achter. Stelt niet zoveel voor eigenlijk, zie je dat? Dus is dichterbij mooi te zien, denk ik. Even op inzoomen. Kom jongen, ja. Daar is hij. Haakt er mooi in, fantastisch. Nou heb ik dus hier een ingang om dus ja, te gaan vegen. Nou, nu kan ik wel zomaar gaan vegen, ja, maar waarmee ga ik vegen? Ik zal hem er eens even bij pakken. Dit is nou een veegset. Ook via het internet gekocht. Mooi aantal borstels erbij. Niet te hard, niet te zacht, zeg ik altijd. En je hebt ook een veel mooiere systemen met een... daar kun je hem opwinden en afwinden. Ik heb er ook een stickertje op geplakt. Dat is het gele stickertje, die zit nu hier. Want dan weet ik dat ik op het einde van de buis helemaal boven in de nok ben. Dus ja. En hoe werkt dat nou? Ja, heel simpel. Ik sluit mijn stofzuiger aan, onderaan de buis. Er zit namelijk een inspectieopening, een opening waar je een beetje as weg kunt zuigen. Achterkant, onderaan de kachel. Daar creëer ik zeg maar een soort vacuüm, anders krijg je zo'n enorm gesmeer binnen dus. Dat is de volgende stap. Achterkant van de kachel,
zit dus die mooie buis. En dan zie je aan de onderkant van de buis heel mooi een... Ja, wat is het? Het is een stop. Misschien net niet goed te zien. Die draai ik er even vanaf. Mijn asstofzuiger erbij is een, mocht je willen weten, is een Kerger. Ook een geweldig product. Het lijkt wel een reclame dit, jongens. Er zit zo'n mooie knop op trouwens. Ideaal, daar kun je filter, een stoffilter in, zeg maar. Ziet er net zo uit als een luchtfilter van een Golf 2. sla je een paar keer als dit doet. Dan sla je als het ware het, de stof even terug de, ja, onder in de bak. En dan blijft hij heel lang schoon. Echt, ja, het is ervoor gemaakt. Ken je niet zo'n Chinees ding waar ik eerst in ga? Oh, blijf staan. Ja. Nee. Goed. Zoals ik zei, de buis, de stofzuiger, ik leg hem dus gewoon aan de achterkant neer en tegenaan. Ik moet hem blijven staan, dat is handig. En dan gaan wij beginnen met veren. Toch een hoop lawaai zo zonder stofzuiger. Hè? Nu heb je gezien dus dat ik eigenlijk dus naar boven ben geweest, helemaal tot in de nok. En moet je me echt niet vragen hoeveel meter dat is, maar het is een heelheid. Heel belangrijk wel, hè? Zorg ervoor dat die afvoer, als je zo'n kachel laat plaatsen ook, door een of andere cowboy, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, hè? Want ja, nee, het zijn allemaal professionele mensen. Dat het helemaal in de nok zit in verband met de, ja, de trek wat zo'n schoorsteen moet hebben. Technisch gezien ook zo'n kachel zit best wel mooi in elkaar namelijk. Dat even terzijde. Nu moet ik ook nog even het laatste stukje naar beneden toe. Dan kan ik hem ook gewoon even doorhalen, want het is best wel flexibel dit. Ja, dan is die buis weer schoon. Ik doe dit namelijk ook gewoon elke maand. Elke maand haal ik hem even door. Je kunt wel zien, qua werk is het niet. En ja, die buis blijft brand en brand en brand schoon. En zo heb je nooit geen kans op een schoorsteenbrand. Schoorsteenbrand zal bij zo'n kachel relatief niet snel ontstaan. Of er moet zoveel vocht in zitten dat die echt niet warm genoeg is, die buis. Dat die dan ja, vocht in combinatie met roet, hè, met verbrandingsresten, geeft een aanslag. En mocht het dan toch een keer zo warm zijn, dat die dus, ja, dan heb je dus kans op een brand. Dus daar moet je gewoon goed voor uitkijken. Als je het niet vertrouwt, laat hem doen. Sowieso laat het één keer per jaar doen. En dan, dan gaat het goed. Goed. Nu even het laatste kleine stukje en dan de kachel zelf, dan gaat het helemaal goed komen. Nou, dat was het schoorsteenveren. Inspectieluikje kan weer dicht. Zet ik hem er mooi weer in. Even naar beneden, even naar boven vasthouden. Pakking zit er mooi goed tussen. Niet alles te onbenullig draaien. Je hebt echt geen momentsleutel voor nodig, lieve mensen. Voor de zeikers thuis. Nu ga ik de kachel zelf even keuzen.
Het ruitje, nou, je kunt al zien met de stofzuiger gaat er heel veel van af. Want het is gewoon droge, ja, roet, meer is het niet. Nu zijn er allemaal middeltjes, heel goede middeltjes. HG natuurlijk heeft een perfect middel, heb ik ook wel staan. Alleen die heb je eigenlijk niet nodig, want gewoon met een natte tissue haal je het er zo vanaf, maak je hem even droog met een droge tissue. En dan, ja, één keer in de zoveel tijd ga ik een keer met de HG over, want het is wel zo. Met het HG-middel, zoals hier in het hoekje, alles wat achterblijft, met HG is dat perfect weg, absoluut. Maar als je geen chemicaliën nodig hebt, dan... het is net als met de mens, als je geen medicijnen nodig hebt, moet je het ook niet doen. Wat een wijze woorden weer van deze man. De kachel is schoon, we doen het deurtje mooi dicht. Voilà. En ik ga nog even een beetje korreltjes bijvullen. Hier heb je de reservoir. Hier kun je mooi zien wat erin zit. Hele mooie korrel. Lekker fijn. Mensen zeggen wel eens van, oh, er zit veel stof in. Nou en hoe fijner, hoe beter voor de verbranding. Zo. Hier past precies een zak van 15 kilo in. Echt precies, maar dan moet hij helemaal leeg zijn. Dus wat ik vaak doe, als die halverwege is of iets minder, vul ik hem bij en dan vul ik de pelletkit weer bij. En dan sta ik nooit voor verrassingen als ik s'avonds lekker op de bank zit als die leeg is. Dan is het zo irritant, dan moet je weer opnieuw opstarten, bijvullen. Ben ik mooi op tijd. Goed, ik zal hem eens even aan gaan zetten. Met de app de kachel aanzetten. Uit, aan. Kijk, de kachel die piept een keer. Nou, en nou is het wachten tot die aangaat. En standaard krijg je te zien trouwens altijd bij het starten pellets bijvullen. Hè? Dat je gewoon even wel bewust bent dat die kachel op pellets draait. Maar dat gaat goed komen. Je kunt ook zien, setpoint 21 graden is de temperatuur. De temperatuur meet hij aan de achterkant van de kachel. Dan zul je zeggen, is het hier 17 graden? Nou, het is hier binnen zo'n beetje 20 graden bijna zelfs. Alleen ja, die plek waar die sensor zit is wat lager. Dus, maar het gaat... Het gaat verder perfect met zo'n kachel en met zo'n app. Ik kan hem ook dus op afstand bedienen, ook als ik buiten ben zelfs. Timer, alles erop, timing, maar het is gewoon ideaal als je naar huis toe rijdt. Zet de kachel vast voor de tijd aan. Werkt goed. Nou, ik zou zeggen, blijf kijken, dan zie je mooi hoe de kachel aangaat. Lekker warm is die weer, heerlijk. Nou, het kacheltje is klaar, mooi schoon, de afvoer is weer mooi geveegd. Ik kan er weer tegen, weer over een maandje, volgend jaar maak ik hem weer schoon. Volgend jaar, klinkt zo ver weg, maar het is zo dichtbij. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, like mijn rechterkant, maar jullie linksonder liken. Even voor de beide handen mensen die wel eens reageren. En ik zou zeggen, fijne feestdagen. Sinterklaas is al pleiten. De kerst komt eraan. Heel goed uiteinde gewenst. En ja, hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer. En ik zou zeggen, ciao.